Het stof kunnen we van de boeken feit worden en de stwond kunnen we van tafel. De band van het Jenaplan Kindcentrum Bonifatius in Dokkum kunnen onkomende manje wennen squallen nadat het dwarren een weekend dicht west haalt vanwege een soort coronabesmettingen. Vorige week donderdag hadden wij in 4 van de 7 groepen 3 en meer besmettingen. Niet in de onderbouw, daar waren wel besmettingen, maar zaten we nog onder die 3. En uiteindelijk heb ik in overleg met mijn bestuurder besloten om de school voor een week dicht te doen. Dus dat was heel heftig. Een opvallend besluit, maar wel noodzakelijk. De doorslag gaf dat heel veel jongere kinderen niet getest worden, wat ik heel goed begrijp. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet besmettelijk zijn. En toen hebben we de afweging gemaakt van, nou ja, of in één keer heel hard die angel, echt een harde interventie, die angel eruit, hopen we. En dat is inderdaad het besluit geworden. Ja, een drastisch besluit. Was het een moeilijke keuze voor jullie als school zijnde? Ja, heel heftig, want je weet wat het doet met ouders, wat het doet met kinderen, wat het doet met je team. Heel snel weer omschakelen naar het thuiswerken, online lesgeven. Dus vorige week vrijdag is ik knetterhard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. En afgelopen week hebben de kinderen online les gekregen. Net alleen nog op de squallen zelf zie dit een grote impact, maar ook voor de band en de orden wie dit net samen wat. We hebben het na schooltijd moeten besluiten. Dus de kinderen zelf hebben we niet toen op dat moment kunnen spreken. Ouders, ja, net zoals in de hele gemeenschap op dit moment. Sommigen heel positief en blij dat we dit besluit namen. En sommigen niet. En dat is ook heel begrijpelijk. Op maandje 15 november kunnen de juffen en masters weer voor de klassen staan. En kunnen de band weer los. We zijn heel blij dat we maandag weer kunnen beginnen. Een school, daar horen kinderen in. Daar moet het niet zo leeg zijn.